Ik ben Marjolein, kinderverpleegkundige in het Juliana Kinderziekenhuis. Na het behalen van mijn diploma tot verpleegkundige wist ik dat ik nog niet uitgeleerd was. Ik ging werken op verschillende afdelingen en ontdekte toen dat de kinderspecialisatie mij het meeste trok. Kinderen zijn eerlijk en puur, maar kunnen niet altijd goed aangeven wat er aan de hand is. Als je met kinderen werkt, leer je daarom creatief en oplossingsgericht te zijn. Als mijn dienst begint, lees ik eerst de dossiers van de patiënten die ik die dag verzorg. Bij de gezamenlijke dagstart bespreken we alle bijzonderheden en taken voor de dag. Daarna loop ik een ronde langs de kinderen en geef ik hen de zorg die zij nodig hebben. Van het aansluiten van een kind op de monitor, tot het toedienen van medicijnen en het begeleiden van een kind naar de operatiekamer. De zorg is voor elk kind anders. Sinds kort werk ik ook als praktijkopleider op onze afdeling. Naast mijn werk als kinderverpleegkundige begeleid ik studenten die bij ons hun opleiding doen. Er zijn ook genoeg doorgroeimogelijkheden naar de spoedeisende hulp, de neonatologie en de afdeling verloskunde. Het Juliana Kinderziekenhuis is geen kinderafdeling, maar een kinderziekenhuis met alle specialismen voor kinderen onder één dak. Door de verschillende specialismes is het werk heel afwisselend. Bij ons draait alles om de kinderen. Dit zie je al aan de manier waarop het ziekenhuis is ingericht. Er zijn voldoende afleidingsmogelijkheden en de kinderen kunnen zoveel mogelijk echt kind zijn. Het mooiste aan mijn functie vind ik om te zien hoe een kind weer gezond naar huis gaat nadat het heel ziek binnenkwam. En om te ervaren hoe dankbaar de ouders zijn. Wil jij de opleiding tot kinderverpleegkundige volgen? Of ben je gediplomeerd kinderverpleegkundige? Bekijk dan de vacatures op werkenbijhaga.nl.